Deze Bertrand. Toen ik als klein jongetje aan mijn vader de reden ervan vroeg, vertelde hij mij dat hij een oudere zus had, Bertha, die in de Tweede Wereldoorlog omkwam in de concentratiekampen. Meer kreeg ik niet te horen over haar. Heel zijn leven droeg mijn vader een geheim waarover hij nooit wilde spreken. In 1935 waren er de Nürnberger rassenwetten. In Dachau, al een kamp vanaf 1933, kwamen naast politieke tegenstanders ook meer en meer Joodse mensen terecht. En uiteraard liet de Kristallnacht in november 1938 geen twijfel meer bestaan. Eerder dat jaar hielden 32 landen een vluchtelingenconferentie in het Franse Evian. En wat vooral duidelijk was, is dat de meeste landen niet bereid waren hun quota voor vluchtelingen op te trekken. Dus ook niet voor Duitse en Oostenrijkse Joden. Vader Rodolf Bloch had de signalen wel begrepen. Hij was vastberaden. Bij een Duitse inval zou hij met zijn familie vluchten. Unter deine weiße Sternen, gib mir deine weiße Hand. Meine Worte, seh sie Tränen, nimm sie auf in deine Hand. Wenn es Nacht will, lass sie funkeln. Bala, Simon, Maximilian, Ulrich, Sophie, Charlotte, Hermann, Samuel, Isaac, Pesca, Itzko, Riemke, Masko, Leon, Siva, Aaron, Abraham, Rachel. Shekola kala kadosh haze, mitpalaye, leluya, leluy nishmotem. לכן בעל הרחמים יסתירנו בסתר כנפיו לעולמים ויצחור ביצחור החיים את נשמותם אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהא מנוחתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקוץ הימים ונאמר Amen.